Een golf aan inbraken in geparkeerde auto's en campers op Goeree-Overflakkee en aan de Zeeuwse en Belgische kust. De politie liet vandaag weten hiervoor een gezin te hebben aangehouden. En opmerkelijk daarbij is dat ook de kinderen een grote rol speelden. Ja, de twee meerderjarige kinderen en de ouders zitten vast. De andere kinderen zijn ondergebracht bij een pleeggezin. Want het is wel belangrijk inderdaad dat ze niet in die... Het was gewoon een machtsverhouding, misverhouding. Het was geen gezin meer. De kinderen werden ingezet. Dat kun je ook als kindermishandeling zien. Op welke manier gebeurde dat? Wat moesten die kinderen dan doen? Nou ja, ze werden bijvoorbeeld ingezet om geld te pinnen met een gestolen pinpas. Of ze werden zelfs ingezet om zelf de inbraken te plegen en goederen weg te nemen. Alleen op Goeree-Overflakkee gaat het al om zo'n 60 inbraken. Veel gestolen spullen werden teruggevonden in de camper waar het verdachte gezin in rondreed. De politie kwam ze op het spoor dankzij camerabeelden en de inzet van een lokauto. Wat is er zoal buitgemaakt? Je kunt denken aan speelgoed, kleding, maar ook laptops, telefoons, geld, sieraden. Dat soort dingen zijn buitgemaakt. Het gaat vermoedelijk om een aantal van meer dan 160 inbraken. Het was ook voor het onderzoek heel moeilijk om al die aangiftes erbij te vinden. Er zijn berichten uitgegaan via onze plaatselijke Facebookbericht, maar ook die van Zeeland en in België. Maar ook in Duitsland, want er waren ook heel veel gedupeerden die in Duitsland wonen. Er waren allemaal recreanten die hier in de zomer verbleven. Wat het ook nog eens vermoedelijkde is dat ze valse identiteitskaarten hadden vanuit Italië. Men wist niet met wie ze te maken hadden. Ook de vreemdelingenpolitie is erbij betrokken geweest. Op 4 december moeten de ouders en de twee meerderjarige kinderen voor het eerst voor de rechter komen.